Over de historie van deze streek valt nog genoeg te ontdekken. Dat blijkt dit jaar eens te meer bij de werkzaamheden op het knooppunt Eckersreit, waar een zeldzaam grote nederzetting uit de bronstijd opduikt. En in Duitsland, waar naspeuring wordt gedaan naar twee bijzondere boeken van de stad. In de voormalige bibliotheek van het klooster Mariënhagen herschreef Nicolaas Klopper in 1472 de wereldgeschiedenis zoals hij die kende en kon halen uit oude geschriften. Hier hebben we ook nog eens een klooster waar oorspronkelijk wetenschappelijk werk werd verricht. Dus waar een nieuw boek, een boek met nieuwe inhoud werd geschreven. En waar ook boeken werden verlucht. Want er is ook een stijl die kan worden toegeschreven aan het scriptorium van Mariënhagen. En dat noemen we de stijl van Woensel. Van het origineel uit 1472 verscheen ook een exemplaar in het Net. Beide zijn naar de Witte Dame gehaald om daar op de vijfde verdieping een week lang te worden tentoongesteld. Er wordt overwogen om naast de fotocopieën ook een van de twee boeken blijvend terug te halen naar de stad. In virtute